Ik ga beginnen met het roosteren van de paprika's. Ik heb de grill voor verwarmd. 200 graden, lekker heet. Want ik wil dat de schillen van de paprika's blakeren. Dat wil zeggen helemaal zwart worden, want als ze zwart zijn, dan komen ze los. Presse de legume, dat is een geperste terrine van groenten. Zo mooi, omdat we gele hebben en rode en groene. Het wordt bijkans een rasta terrine. Die groene zijn eigenlijk de voorlopers van de gekleurde. Dus die zijn eigenlijk de onrijpere versies. Die zijn ook altijd wat bitterder van smaak. Dus dit is een halverwege paprika. Niet doorsnijden, want juist door die hete stoom garen ze van binnen. Kijk, lekker hoog, recht onder de grill. En in de tussentijd aubergines. En die gaan we ook grillen. Heeft u niet van deze soort aubergines in uw eigen supermarkt of in groentekraam, dan kan het gewoon met normale aubergines ook. Koppetje eraf. En nou is het zo dat vroeger moest je de aubergine altijd in het zout leggen. Weet u dat nog? Het zijn altijd van die dingen die uw moeder waarschijnlijk tegen u zei. Dat was om het vocht eruit te halen, waardoor je hem goed kon bakken. Maar dat was ook omdat vroeger aubergines veel bitterder waren dan nu. Want het heeft gewoon te maken met veredeling. Ze zijn gewoon wat minder bitter dan vroeger. Waardoor dat in het zout leggen eigenlijk niet meer hoeft. Die nog. Ik haal altijd het allerlaatste stukje ook nog uit. Ik heb intussen mijn grillpan op het vuur verwarmd. En als hij heel goed heet is, dan blijft niets erop plakken. Dus dat is belangrijk om te doen. En dan gaan we heel rustig die aubergientjes lekker grillen. Want ik doe er overal een heel klein laagje olie op. Dat zuigt hij lekker op. Even omdraaien allemaal en dan nog een keertje doen. Beetje zout. Beetje peper. Druk het er altijd even in. Want je wordt het gelijk sissen. Nou is de kunst eigenlijk met groente grillen, vind ik altijd, is er van afblijven. Dit is wat ik bedoel met grillen. Als u geen tang heeft, gebruik gewoon twee lepels, want het is echt te warm. U ziet ook dat die paprika's een beetje oppoffen, een beetje boller worden. Dat is van het vocht. En dat gaat eigenlijk dat paprika vruchtvlees van binnen uit. Die gaan nog even terug. En dan is het nu even wachten. Ga ik intussen mijn blikje prepareren. Ik doe er hier altijd een beetje plastic folie in en die laat ik goed overhangen, want anders krijg ik hem er straks niet uit. Dat is ontzettend jammer, hè? En dan gaat hij zo in de vorm. Voor strakjes. Even kijken hoe het met de aubergientjes is. Nou, we zijn bijna zover. Volgens mij zijn ze wel goed. Ze zijn mooi gaar. Sommige wat lichter dan andere, maar dat is niet zo heel erg. En ik leg ze allemaal op elkaar, zodat het vocht wat erin zit nog, dat het bij elkaar een beetje komt, zodat ze lekker een beetje slappig worden. Want moeten ze zo direct in een vorm gaan persen. In de tussentijd zijn, denk ik, mijn paprikaatjes wel klaar. Ik ga even opzij. Let op, er komt echt heel veel stoom uit, hè? Want nu zijn ze op z'n allerheetst. 1, 2, 3. Ik ga even opzij staan. Kijk. Ja, te gek. Het woord paprika komt overigens uit het Hongaars. Want Hongaren weten wel raad met paprika's. En die hebben het woord uit het Servo-Kroatisch. En dat betekent papas. En ik doe ze in een grote zak. Omdat het dan het vocht erin blijft. En de vocht maakt het condens. En daardoor gaan die velletjes loszitten. Zo makkelijk en leuk systeem. En ze zijn ook nu veel te heet om te pellen. Die zijn goed. Dan is het tijd om te gaan weervissen. Weet u nog? En deze laten we even rusten. En hier heb ik ze. De anchovissen van de familie van Doort, van de weervisserij. En wat zij over hebben aan vangst, dat doen ze in een potje met zout in de pekel. Dan blijft het goed. Dat is eigenlijk de ouderwetse manier van de anchovis inmaken eigenlijk. Zodat die heel lang mee kan. Hetzelfde als het blikje die je in de supermarkt kent. Die hele kleine blikjes met zo'n ringetje dat je het zo open kan trekken. Italianen gebruiken ook heel veel anchovies. Met een beetje knoflook in de pan weg laten smelten. Dat je eigenlijk geen anchovies meer ziet. En ook niet meer zo proeft. Niet van die harde reepjes zoals op de pizza en zo.
Maar gewoon dat het juist die smaak aan de olie geeft. Dat het de smaak geeft aan het gerecht. Dat is echt fantastisch. Maar eerst gaan wij de paprika's ontvellen. En dan ga ik een bakblikje prepareren. En dan doe ik even wat keukenpapier op. Of een schone theedoek kan er ook, want die kun je natuurlijk ook gewoon wassen. En die doe ik eronder, omdat er veel vocht uit het paprika komt. Eerst haak ik het stompje eraf. En de eerste velletjes en pitjes haal ik er ook even uit. Dan draai ik hem om. En dat vel kun je er vrij gemakkelijk afhalen. Dus een beetje voorzichtig pulken. Daar kan toch geen stuk rosbief tegenop. Een stukje zaadlijsten. Die haak ik eraf. Nee, het gaat ineens ontzettend hard regenen. Zie je dat, Marie? Maar hier schijnt de zon. Het is wel een grappig idee, hè? Dat die paprika pas in de jaren 70 naar Nederland kwam. Ik kan me dat nog echt herinneren als kind. En mijn moeder maakte dan altijd van die gevulde paprika uit. Dus weet je wel, met dat gehakt erin. En zo'n dekseltje erop uit de oven. Kent u vast ook nog wel. Mijn moeder zei altijd, als je de pitjes opeet, dan groeit er een paprikaplantje in je buik. En ik geloofde dat als kind, vond het doodeng. Kijk eens, wat mooi. En zo'n terrientje. Dat maak je vaak met vlees natuurlijk. Maar met groente kan het natuurlijk ook. Want zo'n groot stuk paprika, dat is toch net een lapje vlees. Daar zit ontzettend veel vitamine in paprika. Veel meer dan in een kiwi bijvoorbeeld. Er zit veel meer vitamine C in. Dus het heeft heel veel zin om ze lekker te eten. En als u te lui bent en u heeft geen zin om dit allemaal te doen wat ik nu aan het doen ben, dan koopt u gewoon een potje. Een potje paprika's. Gele. Zo. Je moet heel voorzichtig. Hij is klaar. Kijk. De Rastafari zijn natuurlijk ook altijd zo ontzettend relaxed. Dat is mijn paprikaatjes ook. En ik nu ook. En nu komt de hoofdrol voor de anchovies. Ik ga een sausje maken voor de groenten met anchovies. En dat doe ik in de blender. Even het ergste zout eraf. Nederlandse anchovies. Dan zien ze er ineens weer zo mooi uit. En van kleine visjes in de smurrie zijn het ineens mooie schone visjes geworden. Die gaan we kapot draaien na al deze moeite. En dit is het zout en de volle smaak voor de saus die we gaan maken. Kijk, zo'n hele mooie bos basilicum. Die draai ik af bij de stelen, want die stelen zijn wat hard. Gaat erin. Twee tenen knoflook. En wat ook nog een bom van smaak heeft, dat kleine pepertje die we hadden geplukt in de paprikatuin van Frank. Dan ga ik hem niet helemaal gebruiken hoor, want de peper is heet. Dus we doen een beetje en we kunnen altijd nog laten toevoegen. Hitte eruit halen, dat gaat niet meer, maar hitte toevoegen wel. Het is een lekker geurig pepertje. Lekker, het ruikt echt heerlijk. Die gaat erin. En heel veel olijfolie. Zo. Voor zo'n olie kun je wel een recept geven en alles een beetje bij benadering, maar uiteindelijk gaat het om smaak. En je moet ook beseffen dat het door al die groentelagen heen moet gaan. Dus hij mag hoog op smaak, heet dat. Sterk van smaak. Want hij wordt straks helemaal verdeeld tussen alle groenten. En bent u veganist, en kan dat ook, dan kiest u Parmezaanse kaas. Even proeven. Want dit is het, hè, het moment. Hij is, wauw, poeh, jee, lekker. Alles komt nu bij elkaar, dat is het allerleukste. De brede kant aan de bovenkant hier en de smalle kant naar beneden, want daar gaat allemaal taps naar elkaar toe. En kies echt de mooiste stukken uit. Want die ga je natuurlijk zien zo direct. Het piest pesas, zou mijn vader hebben gezegd. Dan ga ik een heel klein beetje van onze mooie groene olie, die ga ik er even indruppelen. En nu gaan we stapelen. Dan gaat daar een laagje van onze anchovies basilicumolie op. Nou ziet u ook dat het niet zo heel erg veel dondert. Of u hele mooie grote stukken paprika heeft of kleine stukjes.
gaat weer mijn olie op. En dan gaan we met groen. Mooi gerechtje. Dan gaat het een nachtje in de koelkast. Olie. En dan vouwt u alles eroverheen dicht. Deze kan er ook nog op, zo. Heel goed dichtvouwen. Hier is die. En dan gaan we hierin. Kijk, ik heb hier een pak. Die past er precies op. Dus als ik hem er zo inzet, dan drukt het pak er zo op. Gaat die simsalabim. Toch altijd een beetje een spannend moment. Wat een schoonheid. En nu ziet u ook hoe belangrijk het is kijk, dat je zo mooi en rustig die aubergientjes grilt, zodat echt prachtig die streepjes zo mooi te zien blijven. En diezelfde olie die laat ik gewoon steeds weer terugkomen. Dus ik doe hier een beetje kwark. En daar roer ik gewoon wat van onze kruidenolie door. Dan gaan we even een nette plak voor u afsnijden. Alle geduld u heeft, heel netjes neerleggen. En dat serveer ik met zo'n lekkere lik kruidenkwark. Dat doe ik op restaurantachtige wijze met zo'n blob en dan zo'n snee erin. Daar ben ik best wel trots op. Wilt u meer video's zien? Abonneert u zich dan komt u ook eens leuk voor de dag. Heel lekker. Echt heel lekker.